Ja hoor jongens, hou op met me. Je komt binnen en je staat meteen in een soort balzaal. Met echt helemaal fantastische, prachtige jurken vol met kraaltjes en glitters en whatever. Dus je bent meteen helemaal om. De dag dat ik dit film, 17 mei, is de 47e verjaardag van onze koningin Maxima. En dat is wel mooi, want zij heeft best een belangrijke rol gespeeld in het grootmaken van de ontwerper wiens tentoonstelling ik nu ga bekijken. Dat is Jan Tamminiaal. Die is in 2001 afgestudeerd aan de Modeacademie in Arnhem. Begon vlak daarna in 2004 zijn eigen label. En heeft nu 14 jaar in zijn carrière een overzichtstentoonstelling in het Centraal Museum, waar ik zo heen gaan. En wat zijn werk bijzonder maakt is niet zozeer dat het heel vernieuwend of baanbrekend is, wel dat het vol zit met spectaculaire ambacht en handwerk. Hij maakt alleen maar haute couture, dus echt op maat gemaakte, hele dure handgemaakte jurken en dat onderscheidt hem ook wel van veel andere ontwerpers. Ja hoor jongens, hou op met me. Je komt binnen en je staat meteen in een soort balzaal. Ja, ik kan hier dus echt gewoon een uur naar blijven kijken. Deze ronddraaiende jurken die dan zo vlak voor je neus voorbij komen, zodat je even al dat handwerk dat erin zit van dichtbij kan kijken. Heel vaak houd ik in deze vlog allemaal betogen over de sociale context of de relevantie van bepaalde kunst of bepaalde tentoonstellingen. Maar bij deze, ja, ga ik daar gewoon niet heel veel over zeggen, want het is gewoon allemaal eigenlijk de magie van het ambacht. Bijvoorbeeld dus die jurk hierachter, die dan een soort stof bestaat met kuvertjes erop. En er zitten dan allemaal kleine kraaltjes op, die er dus allemaal met de hand zijn opgezet. En daartussen ook nog gaten. Nou, het is bizar om te bedenken dat mensen dat gewoon met de hand in elkaar bezetten. Niet dat de machine het zou kunnen. Maar hoeveel uur daar wel niet in zit en hoe mooi dat ze bedacht is en uitgevoerd is. Dat is eigenlijk waar deze tentoonstelling om draait. De vormgeving is dus door Maarten Spruit. Hier hebben ze een zolder nagebouwd, omdat Tamminiaal zegt dat de zolder van zijn oma echt een bron van inspiratie is geweest. Al die vergeelde, antieke objecten dat zijn beeldtaal heeft gevormd. Dan zie je hier bijvoorbeeld een jurk die deels van kurk is gemaakt. Die is gedragen door Lady Gaga. Hebben ze dan tentoongesteld alsof je zeg maar op iemands rommelzolder staat. Daar is hij hoor, de postzakjas. De jurk der jurken die Tamminiaal ontwierp voor Maxima, koningin Maxima, voor de inhuldiging slash kroning van haar man Willem-Alexander in 2013, waardoor hij echt definitief op de kaart werd gezet. Ik hoorde net van een gids dat er 80 man aan deze jurk, aan deze koningsvrouwenjurk hebben gewerkt, dus dan besef je weer even hoeveel werk er in dit soort stukken zit, want het zijn dus allemaal couture stukken, allemaal met de hand gemaakt, echt op maat voor een bepaalde vrouw. Het is natuurlijk al heel bijzonder dat je die jurk gewoon nu in het echt kan zien. Maar het is extra leuk dat je ook het proces erachter kunt zien. Hier staat zijn tekentafel met daarop schetsen van het borduur zo aan de onderkant van de jurk. En zo krijg je dus in deze tentoonstelling ook weer een kijkje achter de schermen van hoe dit soort draagbare meesterwerken worden gemaakt. Ja, ik kan hier dus gewoon heel kort over zijn. Het is gewoon een van de allermooiste modetentoonstellingen die ik in tijd heb gezien. Het ligt niet per se aan de inrichting of aan het belangrijke boodschap die je meekrijgt van deze werken, maar gewoon aan dat al die jurken zo fantastisch schitterend zijn om naar te kijken. Als je gaat, koop wel ook een kaartje van tevoren, want het gaat op tijd en het is erg druk. Update, ik ga nog een keer naar binnen, maar nou voor mezelf. Hihi, mocht. Tot en met 26 augustus, Centraal Museum, Utrecht. Be there or be square.